Hey Anko, leuk dat je er bent. Zo, alles staat klaar. Zo, gezellig allemaal. Zo, volgens mij is alles goed. Nou, ik wil vandaag met jullie een Rolodex kaartje maken. Hey Jeannette, Karin. Hey Marieke. Leuk allemaal. Gelukkig nog geen onweer. Ik denk dadelijk gaat het onweren. Allemaal donder op de achtergrond, maar het valt nog mee. Het begint hier wel te dreigen. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Nou, ik weet niet of jullie al een beetje bekend zijn met de Memory Decks. Dit is de Memory Decks. Even vanaf de bovenkant. En je kan zo net als je vroeger zo'n Rolodex had, er allemaal van die hele leuke kaartjes in doen. Die je dan zo allemaal kan ja, ronddraaien. Het leuke is natuurlijk dat je er gewone kaartjes in kan doen. Maar je kan ook heel leuke foto's ertussen verwerken. Ik heb hier ook van Adiswap wat van die kaartjes waar al teksten op staan. Zodat je allemaal leuke dingetjes ertussen kan doen. Zie je, dan kan je heel leuk bijvoorbeeld foto's van verjaardagen of gewoon leuke dingen. Nou, het leuke is bij Dutch Doobadoo krijgen we nu blanco kaartjes die erin kunnen. En die kan je dus natuurlijk heel leuk bewerken met inkten, met stempels. Ja, die kan je zeg maar heel veel kanten mee op. En ja, vroeger had je hem inderdaad voor telefoonnummers en adressen. Daar kennen we hem vast allemaal wel van. Eigenlijk is het ook heel leuk en is het leuk ook als je een selfie hebt. Dan kan je natuurlijk heel leuk kleine fotootjes uitprinten. Die kan je er leuk op verwerken. En ik wil deze keer met inkten aan de slag. We hadden de nieuwe serie, nieuwe koffieserie van Noor. Even kijken. Nou, ik heb zelf een gestoord het beeld, maar volgens mij kunnen jullie het wel goed zien. Dus met de koffieserie van Noor heb ik een kaartje gemaakt. En ben ik aan de slag gegaan met de distressinkten. Dan heb ik hem eerst op kleur gebracht. En ik heb gekozen voor de vintage foto. En een klein beetje van de aged mahogany. Een klein beetje weer een ander kleurtje erbij. Nou ben ik begonnen met een grotere blending tool. Ik had eerst ook zoiets, oh wel heel leuk, weer een nieuwe rage, wat ga ik daarmee doen? Want alles is natuurlijk leuk. En ik dacht, nou, kijk het nog wel even aan. Maar ja, uiteindelijk zie ik zoveel leuke dingen ermee. Toen dacht ik, ja, dan, en we krijgen natuurlijk bij Dutch Doobadoo ook de kaartjes. Toen dacht ik van, nou, daar kan ik toch niet achterblijven. Glimmerpasta. Ja, ze glimmen wel net zo erg als die niveau pasta, hè? Ja, je ziet, ik ben echt dol op glitters. Dus ook mijn nagels bijna altijd wel roze en glitters. Maar dus uiteindelijk ben ik toch wel ja, ben ik toch met die kaartjes, omdat ik die koffieserie wel erg leuk vond, ben ik toch met die kaartjes aan de slag gegaan. Toen dacht ik, ja, dan kan ik natuurlijk toch niet achterblijven. Dan wil ik toch die memory decks. Ja, nu heb ik dan inderdaad met inkt gedaan, maar binnenkort wil ik ook echt fotootjes uit gaan draaien. En dan ja, wil ik ook echt fotootjes mee gaan scrappen en bewerken. Dat vind ik toch wel erg leuk. Keer wel anders weer als een album. Dan kan je leuk ergens neerzetten. Op een kast of wat dan ook. Nou, ik heb een grote blending tool en ik heb de vintage foto. Ga ik even rondom het kaartje. Nou, je ziet het weer. Ik begin al wat verder van mijn papier. Niet meteen erop. Zo ga ik langs de randen. Heb ik het wat donkerder. En in het midden laat ik hem wat witter. Doordat je
eerst op je bruine blendingmat begint, wat verder weg. Zie je ook, krijg je niet zo die hele harde aanzetten. Dan ben je de harde inkt kwijt. Dit geeft echt een hele mooie vintage look, vind ik. Als je dan wat harder drukt aan de randen, krijg je ook een wat donkerdere aanzet. Hi Joke, leuk dat je erbij bent. Ik lees meteen even allemaal mee. Ja, inderdaad, hoor je de regendruppels straks al op de achtergrond. Lekker rustgevend, die druppels. Nou, dan heb ik het kaartje dus bruin gemaakt met de inkt. Met de vintage foto. En heb ik gekozen voor deze, H. Mogany. Ik denk dat je het zo uitspreekt. Omdat er ook straks ga ik met de Versa Magic. Daar zit ook een beetje zo'n mooie roesbruine kleur in. Dus ik dacht, nou, dan doe ik die langs de randen nog wat. Die wil ik niet zo heel veel. Nee, dit zijn geen kaartjes voor aquarel. Het zijn echt wel voor stempelinkten. Maar voor water zijn deze niet geschikt. Ja, dat is toch wat lastig om daar de kaartjes voor te brengen. Dus voorlopig hebben we het even in deze gehouden. En hier heb ik de kleine blending tool voor gekozen. Omdat ik die iets minder op de voorgrond wil hebben. Echt een beetje aan de randen. Doe ik weer hetzelfde. En dan zie je, dan krijg je daar nog een beetje een mooie bruin-rode rand bij. Ik vind dit zelf wel een hele mooie combinatie om die twee samen te gebruiken. Ik weet niet of jullie dat zo kunnen zien met de kleuren. Maar anders moet je maar eens proberen als je die twee kleuren hebt. Het geeft echt een heel leuk effect. Ja, en niet is moeilijk hè, om je daaraan te houden, geen verslaving erbij. Vooral als je het dan ook nog steeds op Facebook overal weer voorbij ziet komen. Ik probeer het altijd heel goed, maar ik hou het meestal maar een paar dagen vol. Dan ga ik toch wel overstag, het is echt heel erg. Ik weet het van mezelf. Dan wil ik het toch uitproberen. Word ik toch hebberig ervan. Ik weet niet of jullie het zo kunnen zien. Zo krijg je dus echt net even een wat donkerder effect. Ziet er wel heel tof uit, zo vind ik. Hé, hey, deze. Ben je er ook gezellig? Leuk. Nou, dan ga ik dus even kijken. Dan heb ik een bannertje eroverheen. Die ga ik er zo overheen doen. Ik heb een strookje gesneden. Een beetje op de maat van het kaartje. En 3 centimeter. En heb ik van Fase deze pons. En daar kan je verschillende maten labels mee maken. En dan heb je zo'n leuke banner label. Net hoe dat je dat wil noemen. En het leuke dus dat je hem in verschillende maten kan doen. Ik pak gewoon mijn papier op de maat die ik wil. En dan leg ik hem er meestal onder. En dan kijk ik even in het midden hoe dat ik hem wil hebben. Zo ongeveer. Ik weet niet of jullie het zo goed kunnen zien. Nou ja, als ik hem dan ongeveer in het midden, dan pons ik hem uit. Natuurlijk niet zo heel erg nauw. Kijk, dan heb je meteen een hele leuke banner op maat. En daar kan je dan heel leuk teksten op stempelen. Nou, dan kunnen echt wel hele brede ook onder. Nou, ook die ga ik natuurlijk even een kleurtje geven. Doe ik weer op dezelfde manier. Ik begin met de bruine kleur. Ja, dit kaartje heb ik hem wat bruiner gemaakt. En daar kan je natuurlijk ook een beetje mee spelen. Of dat je hem wat lichter wil laten. Of dat je hem helemaal donker maakt. Zo. En die ronde blending tools zijn dan wel heel erg fijn. Want dan krijg je ook niet van die strepen. Bij die vierkanten die je voorheen had, heb je nog wel eens een aanzet. Als je het er dan opzet, net van die rand. Dat is het voordeel natuurlijk bij deze ronde, heb je daar geen last van. Zo, ik laat hem even in het midden wat witter. Ja, die ponsen zijn echt leuk. Ik heb inderdaad deze. Je hebt ook een heel leuk label, die heb ik nog niet. Die heb ik ook nog heel graag. Je kan er zoveel kanten mee op. Je kan het bij je kaarten gebruiken, maar ook bij scrappen. Nou ja, ook bij je memory decks gelukkig. Moet wel het lachen, zoals Corrie zou zeggen, echt basis. Je noemt al die handige dingen die we eigenlijk niet kunnen missen altijd basis.
Dus even wel gelijk ook. Zo, ook deze doe ik even een beetje met dat bruinrood erlangs. Nou, ik heb meteen een leuk label wat hier dan overheen komt. Dan ga ik zo even het leuke koffiebeker even. Dan kan ik kijken waar ik hem wil. Dan kan ik er een stempel bij zetten. Nou, die koffiebeker die is van Noor. Hi Louise. Heeft toch helemaal niks dat je wat later bent. We zijn nog volop bezig. Kijk, Noor Design heeft even kijken. Eigenlijk even zo leggen, dat je hem goed kunnen zien. Die heeft 3 stempels in de serie 4, in de serie koffie. 2 hele leuke bekers. Die kun je wel zo zien. Leuke teksten. Dit is dan ook nog een grotere tekst, die je daar dan weer bij kan combineren. Nou, ik ga zo meteen even kijken voor een wat kleinere tekst. Dan kan ik bijvoorbeeld deze of die. Die kan ik daar dan weer op stempelen. Maar ik ga eerst eens even die koffiemokken doen. Het zijn dus 2 verschillende. Ik ga nou eens voor deze. Nou, die ga ik zo stempelen met Vesa Magic. En dan heb ik de Jumbo Java, de Red Brick en de Wheat. Dus 3 kleuren. En die ga ik zo in 1 keer op de stempel aanbrengen. Kijk heel even terug in de reacties. Hi Chantal, leuk. En volgens mij heb ik verder niks gemist. En als jullie straks nog vragen hebben omdat ik ergens overheen lees, dan roepen jullie nog maar in de groep. Of je roept het hier zo nog maar een keertje. Nou, voor te stempelen gebruik ik Tim Holtz platform. Dat vind ik zelf heel erg fijn. Omdat je een paar keer op en neer kan. Ja, je kan hem voor, ik weet niet of, ja, dat kunnen jullie zo zien. Je kan hem voor rubber gebruiken, maar ook voor kleerstempels. Omdat je heel makkelijk deze eruit kan tillen. En dan draai je hem om. Dat kan bij anderen niet. Dit is een grotere. Er is nu ook een travel. Die is wat kleiner. Ook wel weer heel handig. Nou, deze ga ik dan even mee stempelen. Nou, ik leg mijn stempel dus daar waar ik hem wil hebben. Zet ik hem even vast. Ga ik hem alleen even iets schuiven, zodat jullie het kunnen zien. Nee, Tera, trapt je man er niet in? Nee, die snappen dat dan toch niet helemaal, hè? Die kijken daar toch wel anders tegenaan. Heel even draaien, ja, zo kunnen jullie dat die blijft liggen. Ik stempel dadelijk een paar keer, omdat met Vesa Magic vind ik, als je het 2 of 3 keer stempelt, dat hij pas wat duidelijker is. Dat is natuurlijk het voordeel van zo'n platform, dat dat kan. Nou, ik begin dan met de bruin aan de bovenkant. Die wil ik dus hier op die rand van die mok. Even een beetje vogelen, dat ik zo kan zien waar ik stempel. Dus die inkt past precies om het randje van het koffiekopje. Dan pak ik de volgende kleur, die doe ik daaronder. Nou, dan gaat hij een beetje over de bruine heen, maar dat geeft niet, want je zet die bruine er gewoon weer op. En dan ga je er weer over. En die lichte kleur heb ik dan een beetje aan de onderkant gedaan. Oxide en die flesjes paint met Dauber. Die flesjes paint heb ik nog niet gebruikt, dus dat zal deze wel weten of daar echt veel verschil tussen zit. Ze werken wel qua hetzelfde idee, heb ik begrepen van deze. Misschien dat ze het zo nog wel inderdaad leest. Nou, nu ga ik hem dus... dit is ook echt basis. Ja, het is ook wel echt... Ik vind, als je er dan één koopt, kan je beter wat langer sparen. Dat je een goede hebt, zoals deze, dat je aan 2 kanten kan stempelen. Kijk, nu zien jullie, hij heeft wel afgedrukt, maar hij is nog wat licht. Dus ik doe hem dan gewoon nog een keer. Dan ga ik gewoon weer overnieuw. Het is ook wel heel handig dat je die kleuren gewoon zo over elkaar op kan brengen. Hij ziet wel dat deze een beetje donkerbruin heeft. Maar dan doe ik straks even een tissueetje overheen. En dan is dat wel weer een heel eind weg. Nou, ik zag dit ideetje bij Anke van Om. En dat vond ik wel heel erg leuk zo stempelen met die 3 kleuren. Ja, Eline, ze nemen inderdaad wel een beetje op.
Nou, zoals je ziet is dat bij die donkerste twee kleuren niet zo. Dan valt het reuze mee, dat bijt elkaar niet. Het is alleen bij de lichte kleur zie je dat wel. Maar toch als je straks met een tissue er weer overheen dept of je stempelt heel even op een papiertje, dan neem je die kleur alweer weg. Dus dan is het er toch wel weer van af. En vind je dat niet prettig? Ja, dan kan je gewoon zeggen inderdaad, ik maak de stempel schoon en ik doe het kleur voor kleur en ik maak tussendoor schoon. Dat kan op zich niet zoveel kwaad. Nou, nu is die, vind ik hem mooi van kleur. En meestal doe ik het dus altijd twee keer. Zo. Nou, dan ga ik die stempel even uitknippen. Oh, verkeerde dopjes op de inkjes. Nou, je ziet ook, er zit een magneetje bij. Dus je kan hem vastzetten. Ah, kijk, het is dus inderdaad een groot verschil deze. Maar goed dat je dat dan even uit kan leggen. Nou, ik ga deze even uitknippen. Ja, je kan kiezen voor een wit randje eromheen, maar ik knip hem nu gewoon echt langs de rand. Ik heb er een beetje schaduw in, dus ik probeer hem zo goed mogelijk te knippen. Nou, mijn man heeft toen net mijn rekje voor de telefoon wat breder gemaakt. Dus ik werk nu ook niet meer op zijn kant, op de zijkant. Dus ik kan alles nu gewoon recht doen. Dat is toch wel een stuk prettiger, merk ik nu. Volgens mij hebben jullie nu ook beter beeld als anders bij mij. Kijk, dan heb ik hem uitgeknipt. Nou, zelf doe ik hem meestal een klein beetje vormen. Ja, ik zal straks een lijstje maken met de kleurtjes en dingetjes die ik gebruikt heb. Zal ik er allemaal wel weer even opzetten, Jeannette. Dat is geen probleem. Ik kan me voorstellen dat er nu zoveel voorbij komt dat je dat niet allemaal... Kijk, ik doe altijd zelf even met mijn vingers. Kan ik met een bolpennetje maak ik hem heel even een klein beetje dat ik hem vorm. Als die straks op het kaartje komt, vind ik dat altijd wel wat leuker. Nou, nu heb ik dus al een idee hoe dat het ongeveer zo gaat komen. Nou, vind ik deze stempel daar wel heel erg leuk bij. Ja, dit is ook wel een leuke, maar deze is hij misschien net te kort voor. Dus ik ga nu voor dit kleine stempeltje. Ze zijn allemaal wel heel erg leuk. Dus die ga ik ook even met de stempelhulp even pakken. Dan ga ik die ook even stempelen. Staat er op Coffee Loves You. Nou, ik ben dol op koffie. Dus bij mij zou dat zeker wel passen. Zo. Nou, zelf voor teksten stempel ik zelf graag met Versafine. Het is een zwarte inkt die wat scherper afdrukt. Dus voor mijn teksten gebruik ik eigenlijk altijd deze. Voor andere dingetjes maakt het niet zo heel veel erg uit. Maar bij teksten is het altijd wel erg mooi. Zo, zie je? Dan kan ik meteen zien hoe mooi scherp dat hij afdrukt. Het is echt duidelijk zwart. Ik vind voor een tekst dat altijd wel mooi. Zo heeft het ook een hele mooie rich cacao. Is ook een bruine. Ik tenminste geloof dat hij zo heet. Is ook wel heel mooi. En zo. Dan kan ik wel iets anders heten dan naam. Nou, dan wil ik het kaartje verder wat stempelen. Daar hebben we... bij Noor een hele leuke stempelset voor. Dat is ook een nieuwe. Uit de scraplijn. Dus een hele leuke script zit erbij. Hele leuke vlekjes. En er zitten eventueel ook nog leuke tekstjes bij die je kan gebruiken. Dus bij dit iets te veel. Maar ik ga wel zo met de tekst aan de gang. En bij Dutch Doobadoo hebben we deze. Dat is ook een heel leuk mask. Dat is echt een van mijn favorieten. Dat zie je ook al wel. Dat is veel gebruikt. En daar doe ik meestal wat, ja, de vlekjes en een streepje. Ja, van die hele leuke halve cirkels vind ik altijd wel heel mooi die je dan krijgt. Leuke vlekjes, streepjes. Het is echt een mask wat je eigenlijk gewoon heel veel kan gebruiken. Zowel met inkt of met verf of net wat je leuk vindt. Ik ga nou eerst even de tekst doen.
En ik kan natuurlijk met Versa Magic stempelen, dan stempelt het wat harder. Maar ik vind het wel leuk bij deze om het met de vintage foto te doen. De stressinkt geeft natuurlijk een beetje een wazige, ja, minder scherpe afdruk. Maar dat vind ik bij deze, omdat hij op de achtergrond komt. Kan je hier ook zien, vind ik dat eigenlijk wel een heel leuk effect geven. Kijken hoe de tekst uitvalt. Zo. Volgens mij. Nou, ik leg hem een beetje half op, want ik wil hem niet helemaal. Nou, dan ga ik met mijn distress inkt. Zo. Maak gewoon met het petje eroverheen. Zeker weet dat hij helemaal zijn achtergrond is, pakt hij iets neer, is natuurlijk ook niet zo'n ramp. Ik zie, en heb je al een hele mooie achtergrond zo. Nou, dan heb ik aan de andere kant heb ik ook wat stempeltjes neergezet. Nou, vond ik het wel leuk om bij deze met deze spatter te werken. Ik pak er wel even een klein stempelblokje voor. Het stempelt iets makkelijker. Even zoeken. Nou, daar kan je natuurlijk een beetje in mixen welke. Kijk, bij Noor hebben we ook gewone stempelblokken met die verdeling. Deze ook gewoon met dezelfde kleur even stempelen. Nou, je kan hem helemaal doen, maar je kan natuurlijk ook zeggen, ik pak een gedeelte zo. Kijk, echt een hele leuke set. Daar kan je een beetje mee mixen. Ik ben zelf ook heel erg fan van deze bobbeltjes allemaal. Dat zal ik ook even laten zien. Ja, het is echt een toffe set. Ik heb hem al heel veel gebruikt. Ik vind hem ook heel leuk gewoon bij scrapkaarten. Dat kan je dan ook zo leuk, vooral deze. Dat zal ik even laten zien. Ik geef een heel leuk stippenpatroon zo. Dat vind ik bij scrapkaarten ook wel heel erg tof. Zo. En dan vind ik het wel heel leuk om met het mask ook nog wat accenten aan te brengen. En dat heb ik hier met een groene kleur gedaan. Die heet Tea Leaves. En dan ben ik daarna ook nog even met de vintage foto eroverheen gegaan. Geeft dan zo'n kaartje dan wel iets leuker effect. Nou, daar kan je natuurlijk een beetje mee spelen. Als je er geen inkjetje gepakt hebt. Even zoeken. Nou, daar kan je natuurlijk. En met die mask vind ik het zelf wel fijn om die kleine blending tooltjes van Joy te gebruiken. Kijk, hier heb je bijvoorbeeld die streep. Die is wel heel erg leuk. Om zo eroverheen te doen. Dan ga je gewoon zo met je inkt een beetje over je mask. En dan kan je natuurlijk zo groen laten. Maar je kan dan ook zeggen, ik ga er nog even met die bruine kleur een beetje overheen. Dan vermengt het een beetje. En dan krijg je toch een beetje dat hij een andere kleur heeft. Zodat hij er wel bij past, maar wel een beetje eruit springt. Nou, een paar van die leuke. Dit is bijvoorbeeld een van mijn favoriete vlekjes. Maar met zo'n blending tool maakt het niet uit dat je er weer overheen gaat. Kijk, krijg je echt hele leuke accenten. En hier is bijvoorbeeld zo'n cirkel nog weer leuk. Een beetje over die tekst. Ook allemaal gewoon met dezelfde kleur. Kijk, zie je hoe leuk dat dan samen combineert? Eens even terug ook in jullie reacties. Geef niks al, Carine, dat je dat later bent. Ja, zeker Jolanda. Je kan die mask ook gebruiken met structuurpasta. Ja, daar is hij zeker geschikt voor. Met een babydoekje en een sopje heb je hem ook zo weer schoon. Daar gebruik ik ze ook voor. En ook voor de transparante structuurpasta. Ja,
Dat kan ook. En ook met gesso. Nou is deze wel wat fijn. Maar dat kan wel. Ja. Nou, dan heb ik nog een fineliner. En met de fineliner maak ik even wat accenten. Eerst rondom het kaartje. Een beetje gokken. Nou, ik kan niet helemaal goed zien wat ik doe. Maar dat doe ik gewoon heel losjes. Dan zet ik zo rondom een streep. Nou, dan ga ik zo op wat plekken wat krabbeltjes zetten. En dat is wel leuk. Maak zo'n kaartje net een beetje af. Met een paar zo van die leuke effecten. Oh, er zit geen tussen deze inkt en die mini inktjes. Bedoel je echt tussen de Versamark en de... Nou ja, tussen deze twee is eigenlijk geen verschil. Dus dezelfde inkt, alleen dit is een grote verpakking, dat is een kleine verpakking. De Versamagic is wel weer is een heel wat vettere inkt. Deze is echt meer een beetje een waterig effect en ja, geeft iets minder kleur. En deze is echt gewoon fel van kleur en geeft hele ja, harde mooie kleuren. Ja, het is ook gewoon een wat nattere inkt. Maar zoals je ziet kan je ze wel heel goed combineren. Nou, dan ga ik even met het label aan de gang. Want als ik deze dan inderdaad de lijntjes heb gezet, doe ik dat ook even bij deze. En dat doodelen maakt het dan toch een beetje meer af. En dan doe ik ook weer hetzelfde, gewoon wat krabbeltjes her en der erbij. Nou, dan kan je lekker gewoon je eigen fantasie een beetje uitleven. Ik kan ook huisjes neerzetten, krabbeltjes. Dat maakt eigenlijk allemaal natuurlijk niet zo heel veel uit. Nou, ik vind het zelf wel heel erg leuk. Oh, zie. Mijn daklichtlamp niet eens erbij heb gezet. Zal ze even iets meer licht nog erbij zetten, zo. Dan ga ik met het tape. Ik vind het altijd zelf wel heel erg leuk om in... Ja, dacht ik in het begin ook al met dat doedelen. Dan wilde ik de randjes ook helemaal recht en precies. Net zoals ik een workshop bij Hanny had ik gevolgd. En die zei ook dat je dat los moest laten en gewoon wat krabbelen. En als je krabbelt ook weer een krabbeltje terug, dan klopt het beter. Nou, sindsdien gewoon niet nadenken, gewoon streepjes zetten. Het hoeft niet recht. Ja, gewoon lekker... Ja, dat scheven, dat mag nou juist wel. Dat maakt het eigenlijk gewoon juist mooi. Nou heb ik foam tape. Ik vind het altijd wel leuk om in laagjes te werken. Dus doe hier even een foam tapeje onder. Ja, inderdaad. Het is een beetje tjalkachtige lijn, die Versamagic. Ja, perfectionistisch. Ja. Snap ik wel. Dat is lastig, hè, om dat los te laten. Nou, deze buig ik dan een beetje. Nou, dan kijk ik een beetje waar ik hem wil hebben. Een beetje hierheen. Zo. Ik vind dat dan wel leuk. Ik weet niet of jullie dat zo kunnen zien. Dan loopt het een beetje rond op je kaartje. Ik vind het altijd wel mooi. Maakt het een mooi geheel. Nou, dan ga ik ook dat bekertje. Doe ik ook een tapeje onder. Foamblokjes. Net wat je fijn vindt. En dat is wel het leukste bij Mixed Media. Of dat hij naar recht of scheef zit. Of dat je denkt, oh, dat is helemaal niet uitgepakt zoals ik wou. Bij Mixed Media is het eigenlijk nooit fout. Daar vind ik het leuke er wel aan. Het is eigenlijk altijd goed. En dan denk je zelf, oeh, dat was het niet helemaal. En een ander ziet dat toch niet. Nou, ook deze buig ik zo een beetje. En dan plak ik die daar ook op. Zo. Nou, vind ik het ook nog wel even leuk om bij die streep die ik gedaan heb, ook nog iets een klein randje zo te zetten. Een klein accent. Nou, als laatste ga ik heel even. Heb ik er
kijken. Als laatste heb ik dit. Frantage, frantage zoals ze het hier ook wel noemen. Opgedaan. Mijn hiertoe is niet zo lang, dus ik kan het niet... Die redt het niet. Of dat trouwens kan ik denk ik wel, want ik heb de dingen erbij staan. De verlengsnoer. Het is heel fijn poeder, zoals je hier ziet. En ik heb gekozen voor de witte. En er zitten van die hele mooie goudkleurige vlokjes doorheen. Ik ga toch even niet laten zien. De verlengsnoer ligt hier toch naast. Zo. Het mooie van dit is, normaal met embossingpoeder verwarm je het van de bovenkant. Van de bovenkant. En bij deze doe je het vanaf de onderkant, want je gebruikt geen Versamark, geen transparante inkt. Je kan het gewoon een beetje erop strooien. Let wel op als je het aan de onderkant verwarmt, dat je niet te lang op één plek blijft. En dat je een beetje op en neer gaat, want anders heb je natuurlijk in één keer een brandplek. Het wordt natuurlijk wel heet. Ik doe meestal zo, ik pak een heel klein beetje zo met mijn hand. Dan laat ik er gewoon zo wat vlekjes zo her en der opvallen. Dat doe ik dan per keer. Even kijken hoe dat het zo... Nou, ik moet het even uit beeld halen om het te verwarmen. Ik kan het wel even vast een beetje verwarmen. Misschien dat ik het dan zo kan laten zien. Ik weet niet of jullie het zien, maar op een gegeven moment gaan die bolletjes... Die gaan smelten. Het is wel belangrijk dat het een beetje op en neer gaat. Dat je niet te dichtbij. Ik weet niet of jullie het nu kunnen zien. Zo. En nu zijn ze dus gesmolten. En dan krijg je van die hele leuke... Ja, vlekjes krijg je erop in wit en in bruin. Zie je, je moet wel echt opletten dat je niet te lang op één plek. En dan krijg je van die hele leuke stipjes overal. Ik vind het zelf wel bij dit soort projecten, ook bij vintage kaarten, wel een heel mooi effect geven. Ik heb het nu hier gedaan. Ik zal het ook in deze kant nog een klein beetje doen. Dus gewoon met de hand strooi je het er zo op. En de hiertoe eronder. Je ziet al af en toe een beetje... Zo, nu beginnen ze weer te bollen. Dan ineens zie je het... Het wordt echt wel heel warm. Zo. En dan ineens zie je ze omhoog komen. En dan worden ze gladder van structuur en dan zijn ze goed. En dan vallen ze er ook niet meer af. Dan vind ik van het kaartje wel helemaal afmaken. Nou, zo heb je dus met die koffielijn en met inkt eigenlijk in een handomdraai een hartstikke leuk kaartje gemaakt. Nou, ik vind zo'n kaartje, ik zag ook al inderdaad mensen die ze gingen ruilen. Dus je kan natuurlijk ook de kaartjes met elkaar ruilen. Nou ja, je kan een heel leuke, als je een koffiedate hebt gehad met een vriendin. Je kan er weer leuke foto's tussen maken die je dan weer op een volgend kaartje scrapt. Nou, als je niet van foto's scrappen houdt, is het gewoon ook heel leuk om zo verschillende kaartjes in allerlei thema's te maken. Ik hou ook van ATC'tjes maken. Gewoon op een klein formaatje kan je toch heel veel leuke dingen erop verwerken. Nou, ik zie iemand inderdaad die vraagt, ja Marga, wat ik opstrooi, dat is dit. Frantage. Het is een embossingpoeder, enamel embossingpoeder. Maar je verwarmt het dus vanaf de onderkant. Ik zal straks ook nog even alles precies er neerzetten. En dat geeft dus inderdaad die hele mooie bobbeltjes hier. Op verschillende punten breekt het kaartje. Ja, ik doe het meestal inderdaad op meerdere punten. Ik doe meestal zo twee van die punten. Vind ik het dan wel leuk. Het moet er ook niet te veel op zitten, vind ik. Het gaat maar net om de accentjes. Nou, ik weet niet of jullie nog vragen hebben, maar dit was het kaartje voor vandaag. Mocht jullie nog iets willen weten, dan roep maar in de Noorgroep. Het filmpje zullen we morgen ook nog op YouTube zetten. Wil je nog eens op je gemak terugkijken?
Ja, de Noor-lijn is inderdaad Huk in een Muk van Noor Design. Dat is inderdaad dus de hele lijn met... Er is ook nog een designpapiertje van die je bij kan combineren. Dat zijn dus deze leuke stempeltjes. En dan ook nog de koffiemokjes. Dus drie teksten. En deze stempeltjes zijn €3,50 per stuk. Dus dan is het nog eens leuk om een stempeltje te kopen. Ze zijn ook echt wel leuk van prijs. Oh, ik durf niet te zeggen hoeveel kaartjes dat erin gaan. Maar volgens mij in het pakje wat ik hier nu heb zitten... Nou, wat zullen het zijn? Een stuk of 50 kaartjes, denk ik. Dus er gaat echt heel veel in. Maar ik durf niet precies te zeggen hoeveel. Maar als je kijkt hoe dat hij nog rondgaat, kan er echt wel heel veel in. En het ligt natuurlijk ook wel aan, denk ik, hoe dik je met lagen gaat werken. Maar er kan echt wel heel veel op. Ja, je ziet, het is echt een heel leuk systeem. Draait het gewoon zo rond. Nou ja, de witte kaartjes komen er dus morgen. Vanaf woensdag zijn ze leverbaar van Dutch Doobadoo bij de bekende hobbywinkels. Ja, dat denk ik inderdaad ook. Ligt echt aan hoeveel dat je op je kaartje gaat doen. Nou, ik wens jullie ook allemaal een fijne avond en tot de volgende keer. Doeg!